Ja, ik ben heel trots op dit systeem. Onze medewerkers worden niet meer blootgesteld aan gevaarlijke stoffen van de lasrook. Waardoor je ook met plezier je mensen ziet werken. Ik zie bijna geen rook vrijkomen. Hoe ziet het er normaal uit? Ja, normaal gesproken heb je met een vergelijkbaar lasproces veel rookontwikkeling van de lasrook. Die dus gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid. En die wordt nu bij de bron weggenomen. Hoe is het om hiermee te werken? Het is fijn om hiermee te werken. De toorts is even zwaar als de andere. En voor mijn gezondheid en de gezondheid van mijn collega's is het beter om met een toorts met afzuiging te werken. Hier zo waar de lasdraad ook uitkomt, die wordt omgeven met gasbescherming. En de rookgassen die hier weggenomen worden, die hier omheen ontstaan, die worden hier weggenomen. En gaan via de toorts gaan die weg via de afzuigslang. En wat gebeurt daarmee met die vervuilde lucht? De vervuilde lucht die gaat naar een filterinstallatie waar het stof, hele fijne stofdeeltjes die in de lasrook zitten, die worden daar afgevangen en de gezuiverde lucht die gaat weer naar buiten toe. Het schone laspistool is door producent Translas samen met TNO ontwikkeld. TNO heeft zich meer gericht op het fundamenteel onderzoek van enerzijds de lasbescherming die er moet zijn met het gas wat toegevoerd wordt in combinatie met de afzuiging van de lasrook. Wij hebben veel meer verder gekeken van hoe kunnen wij dan wat er hier gebeurt qua het directe afzuigen verder verwerken in een compleet laspistool wat ook bruikbaar is in de markt voor de lassen. Het is toch een extra investering, deze techniek. Waarom hebben jullie er dan wel voor gekozen? We moeten sowieso investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen, gelaatskappen, overdrukmaskers, ruimteafzuiging, etc. Nu wordt het bij de bron weggenomen, dus het is een andere investering die je doet. Zodat je andere investeringen op andere vlakken niet hoeft te doen.